Ik maak nog eens een kookvideo. Hoi, ik ben Jane en deze week ga ik laten zien dat je ook als student met een klein budget toch gezond en lekker kan eten. Ik ga proberen om met maar €3 een volledige en gezonde avondmaaltijd te maken. Welkom in mijn keuken. Ik ga vandaag een rode lintcurry maken en dit is wat je allemaal nodig hebt. Een ui en wat knoflook, een paprika, kokosmelk, een kopje rode linzen, een bloemkool, 250 gram kip. Psst, als je vegetarisch of vegan bent kan je natuurlijk ook zonder kip maken. En een limoen. Voor deze challenge reken ik een aantal producten niet mee. Denk hierbij aan wat zout en peper, Indiase kruiden, groentebouillon. In de koelkast had ik nog wat prei en aubergine, dus dit doe ik er ook in. Bij de curry eet ik rijst. Vooraf heb ik alles gesneden. Eerst verwarm ik de pan en doe er daarna een beetje olie in. Dit verdeel ik over de pan. Daarna doe ik de helft van de knoflook en ui erbij. Eerst bak ik de ui en knoflook totdat de ui glazig wordt. Daarna gooi ik de kip erbij. Ik voeg wat peper en zout toe en een klein beetje currykruiden. Dit alles meng ik goed in de pan en bak de kip totdat het gaar is. Als eerst warm ik de pan weer op, doe er wat olie in en gooi ik als eerste de overige ui en knoflook erin. En doe vervolgens de paprika en de aubergine erbij. Dit bak ik goed door op hoge temperatuur. Ondertussen kook ik alvast water voor de bouillon. Dan gooi ik nog het prei erbij en een groot gedeelte van de bloemkool. Dit geheel blijf ik goed doorroeren zodat het gauw gaar wordt. Dan is het tijd om de linzen erbij te doen. Die roer ik eerst goed door en voeg vervolgens bouillon toe. Ook doe ik nog wat peperzout en Indiase kruiden door de groenten. Roer het geheel goed door zodat het vocht goed verdeeld wordt. Als de groente zachtjes aan het doorkoken is, doe ik de kokosmelk erbij. Hiervan doe ik ongeveer het halve pannetje. Dit zorgt voor een romige smaak in de curry. Dit laat ik goed inkoken. De groente is goed doorgekookt, ook is de rijst bijna klaar. Ik ga de boel zo meteen een klein beetje pureren zodat het iets meer een geheel wordt. Oh ja, en vergeet niet te proeven af en toe. Dan gooi ik de kip bij de curry en roer het geheel nog even goed door. Het ziet er niet heel smakelijk uit, maar het is wel lekker. Dan giet ik de rijst af, laat deze even een beetje uitlekken en doe deze vervolgens terug in de pan. Ik vind het altijd fijn om uit een kom te eten, dus ik pak deze dan ook erbij. Eerst doe ik wat rijst, daarna wat van mijn curry en dan als finishing touch nog wat limoen. Bij elkaar was dit gerecht iets meer dan €3. Het viel me wel tegen. Het was heel lastig om goede producten te vinden en dat het ook nog gezond was. Dus ik snap wel dat studenten vaak naar iets makkelijks vergrijpen. Maar het is gewoon zoveel beter om gezond te eten, dus probeer het eens. Doe een duimpje omhoog als jij het recept na gaat maken. Klik hier voor mijn vorige video. En klik hier voor meer video's van mijn HVA-YouTubers. En klik hier om te abonneren op het Hogeschool van Amsterdam YouTube kanaal. En dan hoop ik je volgende week weer te zien. Doeg!